people, let's go to work. Ja mensen, hallo, welkom, welkom, welkom. En dit is een special. We hebben heel lang geen special meer gehad. En waar is Rowie? Rowie, waar ben je? Rowie, ik werd net geroepen, ik moet eten. Je moet eten, laat je het hele video mij over. Ja. Oh, helaas. Nou, dag Rowie. Doei, doei, tot zo. Hallo. Nou, ik heb concurrentie. Kasten Pro staat hier. En hier staat Pixel. En ze hebben allebei een heel mooie skin. Heel erg mooi, jongens. Hè? Ja. Nee, heel toevallig. Ik kan weer niet naast elkaar staan zo. Kijk, let op. Wauw. Kijk eens. Zoek de verschillen, jongens. Maar goed. En nog een Matthias komt eraan. We zijn bezig met de opknapbeurt van het hotel. En ik vond het wel nodig. Ik moest zo ook eten, trouwens. Maar ik vond het nodig om even een video daarover te schieten. Want het wordt een heel episch kasteel. Kasteel, ik bedoel, het wordt een hele epische hotelletje. Omdat we gaan nu de vormbasis maken. En aan de overkant gebeurt eigenlijk hetzelfde. Blauw Ballet gaat het namelijk namaken aan de andere kant. En zoals je ziet, ziet dat er al een stuk beter uit dan het oude ontwerp. We hebben dus meer kwarts gebruikt en meer groen. We maken het op onze eigen manier. Dus dit zie je nog een oude blik van het hotel. We hadden natuurlijk ledders gebruikt, bloempotjes, kleptraps, nou, een beetje kwarts, rode muren, helemaal niet netjes. En nu hebben we meer 3D gemaakt. Dus het dak komt iets erboven uit. Ziet op zich wel heel leuk uit. Ik ben er heel tevreden over. En we zijn nog steeds bezig. Ik was bezig met het ontwerpen en ik dacht, ik maak een kleine video. Even kijken, nu hebben we dit gedaan. We hebben zo een soort veld maken we hier ook weer. Misschien ook wel een zwembad. Het zwembad staat er op zich al. Misschien kunnen we het wel laten staan. En dan had ik gedacht om het midden uit te meten van dit. En dat is ongeveer hier. Dus dan zouden hier dus twee deuren moeten komen. Nou, dan zou je dus kunnen zeggen van we pakken de doors. Zo. En je zou dus kunnen zeggen dat wordt een deur om even voor ons makkelijk duidelijk te maken van waar de deur komt. Nou, dit is allemaal te smal. Het is allemaal te dicht bij het water. Dus dat moeten we zo allemaal gaan aanpassen. En ik dacht, ik ga verder bouwen aan dit. Ik dacht, omdat daar een soort hoekje aan zit, dacht ik van, dat doe ik daar ook. Dan krijg je twee van die soort punten, dat als je dan hier kijkt uit het raam, dat je dan naar de overkant kan gluren. Hallo Oscar. Oscar zit even te wachten houden op dat ding. Ik kreeg trouwens ontzettend leuke mailtjes opgestuurd door mensen, fans. En echt waar, ik word er zo vrolijk van. Dan komen de mensen naar me toe en die zeggen van, Vincent, ik vind het fantastisch hoe je bouwt. Maar vergeet daar ook niet bij te zeggen dan, dat ik niet alleen maar bouw. Ja, ik bouw natuurlijk wel vaak in de video's, of alleen of niet. Maar er staat natuurlijk een heel groot team achter Disneycraft. En ik kan dit niet alleen in mijn uppie. Dat is onmogelijk. Dus heel veel mensen vergeten soms wel eens dat het team natuurlijk wel achter Disneycraft zit ook. En ik niet alleen. De vraag was ook gekomen of Bardo een keer wil meespelen in video's. Ik heb hem gevraagd. En om weer een oldschool video op te nemen, want het is inmiddels, ja, Disneycraft aflevering 1, dat is misschien meer dan 8 maanden uit mijn hoofd geleden. Dus dat is nog wel een tijd terug dat dat is gebeurd. En ik had zoiets van, nou, we moeten dat wel weer een keer opnieuw gaan doen. En ik hoop dat dat gebeurt. Zo binnenkort, snel, hoop ik. Bardo heeft het ook druk. Natuurlijk bij Biomovies heel erg druk. En dat is dus ook hartstikke gaaf dat hij er zo actief mee bezig is. Ik vind het geweldig wat hij doet. En dat weet hij ook van zichzelf. Want hij is gewoon een ontzettend leuke YouTuber. Hoe ga ik dit aanpakken? Ik heb daar één stuk raam. Dus ik kan zeggen van, ik kopieer dit stuk. En ik plak het even daar. Ik weet niet of dat goed uitkomt. Dus ik pak even wat anders. Sorry. Ah, hoesten. Lekker hoesten, jongens. Ik ben een beetje hoesterig de laatste tijd. Ik weet niet. Misschien een beetje ziekjes aan het worden. Ik weet niet. Ik ben ook een beetje verkouden. Zeg altijd, hè? Januari, december, beetje die maanden, dan word je een beetje ziekjes. En in de mei, dan ben je meestal niet ziek. Dat is gewoon door de zon, de vitamintjes die je binnenkrijgt. Jongens, dit vind ik. Ik ga nu wat heerlijks doen. Let op, joh. Dit heb ik altijd al willen doen, maar daar gaat hij. Kapot. Oh. Nee, ik sloop het niet graag, zoiets. Zonde van ons werk. We hebben heel veel tijd aan gespendeerd aan het hotel.
En het was ook zeker even schrikken dat het hotel zo veranderd. Roy schrok heel erg met het feit van, ga je het hele hotel aanpassen? Nou, dan ga ik mooi niet meer uppie doen. Roy, wees niet bang. We gaan dat met het hele team doen. Ik maak de vormgeving, jullie richten de buitenkant in. Dus de binnenkant. Ik doe de buitenkant samen met Bloot Bullet, oftewel Denise. En dan komt het helemaal goed. We zijn nu dus bezig aan de buitenkant. En we gaan eens kijken hoe we dat gaan aanpakken. Omdat wij natuurlijk niet de VIP's in de weg willen zitten. Maar we kunnen wel een uitbreiding maken. Maar als ik hier kijk, wil ik het wel een beetje aansluiten op daar. Dus ik denk dat wij misschien wel dat stuk eraf gaan halen. Zoals ik net bij bezig was. Zo. Huppakee. En het is zon. Ik heb er geen moeite mee om dingen te slopen. Ik vind het juist geweldig. Alleen dan denk ik niet erbij na van hoeveel tijd het heeft gekost voor ons. Dat moet je eigenlijk ook niet denken. Want dat is gewoon te veel tijd. En je moet ook renoveren. Hè? Dat heb ik ook gezegd tegen de crew. Van ja, we gaan nu veel minder bouwen. Maar we gaan ons heel veel concentreren op renoveren van attracties. Het mooier maken. Het veranderen, verbeteren van dingen. En zodoende beginnen we bij het hotel. En ik vind het ontzettend vet om dit te... Oh, een drakenei op het tafeltje. Dat is al werd het dat Irma hier woont? Waarschijnlijk wel Irma hier. Jouw Irma woont hier. Hoe kan het ook anders? Nou, drakenei moest ik helaas van je slopen, Irma. En hier staat een jukebox en die weigert weg te gaan. Ga eens even heel snel weg. Dankjewel. Er zat een we hebben een plugin. Dat heet jukebox. Jukebox Loop. Nou, dat is weer een handig tipje voor de mensen die willen weten welke plugins we allemaal gebruiken. En Jukebox Loop, dat zorgt ervoor, zegt de goed, Jukebox Loop, ja. Die zorgt er dus voor dat nummers herhalen in de server. We hebben dus een lekker muziekje en dat moet zich af laten spelen. En, let op. Dat doe ik altijd bij Roy, hoor. Don't worry. Wacht even. Zo, heel flauw, ik weet het, maar ik doe het graag. Wat gaan we doen? Zal ik het recht doen of zal ik er een bochel in maken? Ja! Oh, nou jongens, ik ga eten, dus dat betekent ook dat ik de video even ga afsluiten. Ik hoop dat jullie een informatieve video vonden, dat jullie weten wat er met het hotel gaat gebeuren. Dit hotel krijgt precies een spiegelbeeld naar die kant, dus vergeet zeker niet in de gaten te houden. Je kan het kijken bij de span. En terwijl Matthias op Dukstad staat, ga ik even eten. Bedankt voor de mensen die me eet smakelijk wensen. En tot de volgende special aflevering van Disneycraft. Doei doei, Matthias. En de rest, doei doei. Outro. Waar is die? Oh, ja.